Goedemorgen jongens en meisjes, daar zijn we weer. Even een uitleg over de rekenles van vandaag, dinsdag, les 24. De eerste som is een beetje pittig. Ik zal het uitleggen en als je wil, maak je het thuis. Lukt het niet, geen probleem. De andere twee sommen, die maak je wel, want dat is makkelijk. Kijk maar eens even, want ik wilde dit toch even uitleggen. Er wordt gevraagd, 1 kilometer is hoeveel meters? Nou, je moet zo denken alsof je gaat rennen. Je gaat een afstandje rennen. Je begint bij 0 en dan zeggen ze, ren 1 kilometer. En dat is net alsof je 1000 stapjes gaat rennen. 1000 meter. Dus 1 kilometer is hetzelfde als 1000 meters. En het volgende, er kan ook worden gevraagd, 1 meter. Stel je voor je staat hier bij 0 en je rent helemaal een meter. Ja, dat kan eigenlijk niet, want een meter is heel kort. Maar in een meter zitten er 100 centimeters. Dus net van 0 naar 100. Denk er dus aan. Ik ga jullie uitproberen. Stel je voor, ik vraag aan jou 2 kilometers. Hoeveel meters zijn dat? Als 1 kilometer 1000 is, dan zijn 2 kilometers 2000. Er komen dus 3 nulletjes erachter. Nog een vraagje voor jou. Stel je voor, ze vragen 2 meters. Zijn hoeveel centimeters? Tadaa! Kijk eens. 1 meter is 100. Er komen dus 2 nulletjes erachter. Ik hoop dat ik jullie hiermee heb kunnen uitleggen. En dat je het een beetje begrijpt. Zo niet als de school hopelijk weer snel weer begonnen is, kan ik het weer herhalen. Succes met de andere twee sommen! Tot morgen!